Hallo, welkom bij deze nieuwe video van Marijn. We gaan vandaag raden wat allemaal magnetisch is. Weet je nog meer dingen dat magnetisch is? Zet het in de comment. Oké, dit is het eerste voorwerp wat we gaan testen. Ik heb het al eerder geprobeerd, ik weet dat het werkt. Kun je het optillen? Ja. Dus een schaar is magnetisch. Die vinken we alvast af. Volgende onderdeel. Munten. Zijn munten magnetisch? We gaan kijken. Oké, jongens en meisjes. Ik heb hier de magneten. We gaan kijken. Is de 50 cent magnetisch? Ja. Oh, de 5 cent is wel magnetisch. Dat weten we. We leggen ze even uit elkaar. Ik heb ze even uit elkaar gelegd, jongens. Ver uit elkaar. Nou, is de 50 cent magnetisch? Andersom? Nee, 50 cent is niet magnetisch. Die kruis er vast even af. Is de 2 euro magnetisch? Ja, de 2 euro is magnetisch. Nou, een 2 euro cent is... 2 euro cent? Oh, ik ben dom. En 5 cent is natuurlijk ook magnetisch. Nou, 2 euro en 5 cent is magnetisch. Probeer het zelf thuis maar eens. We gaan nu naar het volgende onderdeel. Het volgende onderdeel is een pen. Zou een pen magnetisch zijn? Ik hoop het wel. Want dat zou het natuurlijk extra leuk maken, hè? Denken jullie... Ik denk dat jullie dat ook vinden. Zo, dom die domme woorden. Nou, we gaan kijken. Deze kant van de pen is magnetisch. Hier is niks magnetisch. Ja, dat is wel magnetisch. En dit ook. De voorkant vanaf hier is magnetisch. Dat zien jullie. Het volgende onderdeel is een blikje. Ik heb er niks in gedaan. Ja, er heeft wat in gezeten. Maar we gaan kijken of het magnetisch is. Zo. Ik heb hier de magneet. En we gaan kijken. Ja, hij is magnetisch. Ook de... Ook de andere kant, laten we kijken. Ja. En nu het dopje. Ja, het dopje is ook magnetisch. Nou. Ja, het is trouwens heel erg magnetisch. Het kan zelfs door elkaar magnetiseren. Zo. Nou, die is ook magnetisch. Nou, die kunnen ook nog op de lijst afvinken. Nou, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer.